SJC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Special For You uitzendbureau en de barbier Herenkapper. SJC vandaag de belangrijke wedstrijd tegen DHC. De afspraak wordt aftrap wordt genomen door Jort, pupil van de week. Speelt in de JO 13-5, is fan van de Spurs, gek op gamen en zou graag ook willen ruilen met een game. Ja, DHC die vecht tegen degradatie en begint ook goed aan deze wedstrijd. Want de ploeg uit Delft wil toch wel nog het hoofdklassenschap continueren. Het is de eerste aanval die voor de DHC. En is het Brouwer die inschiet en die bal gaat voor langs. Aanval, dan weer een aanval voor de DHC. Komt die bal op de linkerkant, wordt hij ingebracht, wordt hij gekopt en dan is Verwij die de bal wegwerkt. Nu wordt hij alsnog ingeschoten door Kroon, maar dat is een makkelijke prooi voor keeper Schouw. Dan is het aan de rechterkant DHC die uitverdedigt. Speelt de bal dan terug op de keeper Kamperveen. Dan is het Van der Zalm die de keeper Kamperveen verrast. En dan inschiet de bal op de lucht. Dat is de eerste mogelijkheid voor SJC in deze wedstrijd. Waar het in het begin toch wat moeite heeft met de ploeg uit Delft. De DHC natuurlijk vechtend voor die plaats nog en dan is het uiteindelijk SJC die probeert aan te vallen. Dan is Van Dijk die de bal meeneemt naar voren. Dan ziet hij een vrije man rechts van zich. Wordt die bal weer teruggebracht op Van Dijk. Van Dijk die ontspeelt van zijn speler, zijn tegenstander. Brengt de bal dan weer bij Broekhoff en die weet de 1-0 aan te tekenen in het voordeel van SJC. Een lekker begin voor de Noordwijkers die toch wel wat onder druk stonden in de eerste minuten van deze wedstrijd. En dan is het altijd fijn als je een doelpuntje mee kan pikken. Zo lekker in het begin van de wedstrijd. Ja, mooi doelpunt toch wel. Een hele mooie actie ook van Van Dijk. Dan lopen de spelers natuurlijk rustig terug en dan wordt er even later ingegooid door diezelfde Van Dijk. Komt die bal weer bij Van Dijk. En dan wat gaat hij dan met die bal doen? Wordt die bal een beetje heen en weer gespeeld. Dus is Van Dijk die hard voor de bal vecht. En dat is natuurlijk heel goed. Komt die bal bij Broekhuizen. Die haalt dan uit. En verrast dan keeper Kamperveen. Met een afstandsschot. Waar keeper Kamperveen eigenlijk toch een beetje mis zit. Maar het is ook wel een hele mooie bal van Broekhuizen die bal schitterend binnentrekt. En dan doet SJC goede zaken in het begin van deze wedstrijd. Dan Groot met een vrije trap. Wordt die bal doorgekopt. En dan is het een schitterende bal hoor, van Broekhuizen. Die met een omhaal à la Tom Duindam zijn doelpunt scoort. Zijn tweede doelpunt. En dat gaat vieren met zijn ouders die hier langs de kant staan. En SJC heeft natuurlijk wat geluk dat die bal goed valt voor Broekhuizen. Maar hij haalt hem ook wel fantastisch om. 3-0 voor SJC. Een fantastische stand dus voor de Noordwijkers. Dan zijn we in de tweede helft. Een vrije trap van Sloos brengt de bal in. Komt de bal bij Van Heiningen. Die geeft hem dan een tikje over de keeper. Maar die bal wordt van de lijn gehaald. Dan is SJC natuurlijk nog aan het zoeken naar die 4-0. Maar dat zal niet makkelijk gaan. Overigens veel publiek langs de kant hoor. Wordt die voorzet gegeven door Van Heiningen. Is het Dedel die er misschien bij kan. Maar hij tikt de bal net naast het doel. Inderdaad veel publiek om de Noordwijkers te zien winnen. In ieder geval, daar ziet het wel uit. Cornerbal dan. En dan is het Verwij die de 4-0 binnenkomt. En dat is heel gunstig voor het doelstal van SJC. Het verschil met Achilles 94 is maar 2 punten en het is zaak om zo dicht mogelijk in doelstal door Achilles 94 te benaderen. 4-0 dus, dat belooft heel veel perspectief voor de Noordwijkers. Zal DHC het dan helemaal laten lopen? Nou, ik denk het de ploeg uit Delft kennen het niet. En, ze hebben nu inderdaad de bal bezit. Wordt die bal diep gespeeld? Dan lijkt die bal voor SJC te zijn, maar dan komt die bal toch aan de linkerkant bij Speelman. Speelman die geeft die bal dan voor, wordt ingebracht. En dan is het een schitterende redding van keeper Schelvis, die de 0 weet te behouden voor de ploeg uit Noorwegen. Dan nog een keertje DHC. Voorzet weer van diezelfde Speelman. En dan is het Van der Klucht die de bal ongelukkig achter Kevin Schelvis werkt. En zodoende haalt dan
DHC toch de eer binnen in deze wedstrijd. Want dat ene doelpunt dat hebben ze in ieder geval meegenomen. SJC wil dan natuurlijk toch nog meer. Probeert dan te gaan zoeken naar de 5 tegen 1. Komt die bal bij Van Heiningen. Van Heiningen zoekt dan de vrije man. Kan hem niet vinden. Schiet dan maar. En dan is het keeper Kamperveen die makkelijk die bal weet te stoppen. Dan is het SJC dat inmiddels ook gehoord heeft dat Silvolde verloren heeft. En dat ook Hollandia verloren heeft. Wat dat betreft dus goede berichten voor de Noordwijkers. En ook het Achilles 94 die dan wint. Maar op zich zijn er wel een aantal concurrenten afgevallen. Dan toch nog een kans voor DHC. Maar dan is het Gelvis die mooi weet te redden. Dan zijn we bijna aan het eind van de wedstrijd. Dan gaat DHC uitverdedigen. Is het Van Dijk die de bal onderschept. Op Doelman Kamperveen afgaat. Legt de bal dan schitterend af op Jeroen Dedel. Dat betekent de 5 tegen 1 voor de Noordwijkers. De Noordwijkers die hiermee goede zaken doen. En volop in de running blijven. Voor de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse A. En volgende week een weekje rust voor de mannen. En dan die week daarna thuis tegen Jong Achilles. Tom, het duurde lang voordat de wedstrijd een beetje openbrak. Maar toen kwam die goal en toen gingen jullie wat vrijer spelen, leek wel. Ja, ik denk dat we op zich een beetje moeilijk begonnen. Het was heel warm. En ik denk dat DHC op zich het wel slim aanpakte. En dat moesten we even oppakken. En ik denk dat we het aardig oppakten na een minuut of 15, 20. En dan maak je die goal en dan krijg je toch een beetje energie, denk ik, met z'n allen. Heel snel daarachter gaan alweer de tweede, ja. Ook voor jou. Winst zat er wel in, want het verschil is heel groot. Maar zij leunen een beetje achterover en lieten jullie het spel maar een beetje bepalen. Wat zeg je? Wij en hun? Ja, hun. Ja, zeker. Maar je moet niet vergeten dat die jongens ook nog punten nodig hebben. Dus die jongens klapten er toch ook wel weer volop. En in het begin waren we toch nog een beetje zoekende. Maar ik denk ook dat het een beetje met het weer te maken heeft. Dat ze toch ook na een tijdje dachten van we zakken wel even in. Tweede helft was wat lastiger. Was het ook een beetje zoeken? Ja, was een beetje zoeken, ja. Ja, en dat hebben we wel vaker. En waar het dan aan ligt, dat weet ik niet. De eerste helft beter dan de tweede helft of andersom. Maar ze krijgen een paar kansen. Ze maken nog een goal. Wij maken een eigen goal. En dat is jammer. Dat is het enige minpuntje denk ik van vandaag. Maar dan maken we nog die vierde en die vijfde. En dan heb je toch een goede middag hier denk ik. Op weg naar de volgende wedstrijd. Want jullie hebben toch nog, nog wel aardige duels te gaan. Ja, we krijgen nog een paar redelijke tegenstanders. Maar het zijn nog 4 finales. En 4 keer met z'n allen erop klappen. En als je 4 keer wint, dan ben je er.